Park ter Beuk in Lokeren heeft een gloednieuw behendigheidsparcours voor mountainbikers. De technische lus is 1,5 kilometer lang en een ware speeltuin voor de mountainbiker die uitdagingen zoekt. Het is natuurlijk een zeer interessant parcours, zeer gevarieerd. Nu ook zeker met dit technisch behendigheidsparcours dat we erbij aangesloten hebben. Waardoor dat we eigenlijk de site waar dat het BK volgend jaar zal ingericht worden, nog verder opentrekken voor het publiek. Dus eigenlijk meerdere punten, aantrekkelijke punten, waar dat supporters gaan kunnen komen. Maar natuurlijk, vooral voor onze lokeraar als fietser, willen wij dit bestendigen en eigenlijk een uitdaging vormen voor onze lokeraar ook. Veldrijdster Nele de Vos en wielrenner Rune Hergots, beide van Lokeren, mochten de spits afbijten. En ook voor hen bleek het uitdagend. Toch veel korte technische stukjes, eigenlijk niet zoveel heel lange stukken om door te rijden. Het is echt voor iemand die goede techniek heeft. Dus ja, op dat vlak is het ook wel, als ik zeg in de winter, ik wil een keer mijn techniek schaven, of zelfs in de zomer, is het wel een leuk toertje. Het is zeker technisch. Ik denk, als je nooit gefietst hebt, dan denk ik dat het moeilijk is om het in één keer te doen zonder af te stappen. Maar dat maakt het wel uitdagend. Dus. Als Meter en Peter van Veelokeren hebben Nele en Rune een toptijd neergezet op het parcours. Van respectievelijk 4 minuten 40 en 4 minuten 37. Alle lokeraars kunnen vanaf nu pogen om die tijd te verbreken via de Strava-app. Ik mountainbike zelf ook. Ik heb het ook al een keer afgereden. Nu natuurlijk, mijn tijd was iets minder spectaculair. Maar niets wil zeggen dat ik de uitdaging niet ga aangaan om toch ergens een bekertje te nemen. Hè. Voor iemand met een mountainbike die zegt, ik krijg er met een mountainbike, maar ik heb niet een goede plaats om dat te doen. En ja, dan is het hier echt wel ideaal als je wilt toerijden, maar ook als je een keer op het gemak wilt rijden. En je moet je zelfs niet beperken tot het uitgepeilde routeke. Ja, het zijn zoveel schone baantjes in Lokeren, dus ik zou zeggen, allemaal op de mountainbike. Voor meer informatie over de Veel Lokeren campagne, surf naar lokeren.be/veellokeren.